Heeft u enig idee wie dit is? Nee, eerlijk gezegd niet. Geen idee. Ja, als je zegt, weet ik het weer, maar... Hoe heet hij zo gauw? Nee. Het is wel een bekend gezicht, maar ik kan niet zeggen de naam, nee. Bij CDA, ja? Ik weet zijn naam zo gauw even niet. Timmermans, nee, ook niet. Zou ik niet weten. Nee, weet het niet. Nee. Ronald van Vught, ja. Ik ken zijn gezicht wel, hoor. Ik ken zijn gezicht wel, absoluut. Die ken ik wel, ja. Dat is Ronald van Vught van het CDA. Dat is Wijnand van der Hoeven. Die ken ik wel, ja. Moet ik zijn naam noemen? Wijnand van de Denhoeven? Ja, maar ik kan even niet op zijn naam komen. Zijn dochter is een vriendin van mij, maar voor de rest weet ik het niet. Sla je me dood? Nee, ik weet het niet. Nee, hij heeft wel een bekend gezicht, maar ik zou niet weten wie het is. Ja, die heb ik wel eens gezien, maar ik weet niet meer bij welke partij ze hoort. Ik ken hem van gezicht, maar dan heb ik het gehad. Nee, hij zou bekend zijn, maar ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik ben er ook nog niet zo mee bezig, eerlijk gezegd. Dus nee, ik zou het niet weten. Ik heb het idee dat dat een meneer De Graaf is, maar ik weet het niet zeker. Meneer Meiboom, SGP? Okay. Ja, dat kan. Ja. Nee, ik ken het niet. Nee, ken ik niet. Heeft u enig idee wie dit is? Nee, absoluut niet. Nee, ik weet het niet. Nee. Dus, ik zou hem niet kennen. Nee. Dat is Pim Bouwman. De naam zegt, weet ik, maar ik zou het zo niet uitkomen dat Werkendam, of niet? Ja, ik kom maar Werkendam uit de Haan. Niet van naam, maar ik herken de foto. Dat is mevrouw Jorritsma. Ja, dat klopt. Paula. Ja, dat is Jorritsma. Ik ben heel slecht in gezicht onthouden. Dat lijkt een smoes, maar het is dus echt zo. Want als ik u morgen tegen zou komen, zou ik u misschien herkennen aan uw lengte, maar niet per se aan uw gezicht.